Nou, ik sinds dit jaar, dus dat is goed, hè? Kom er gezellig bij zitten, jongens. Dames en heren, opa's, oma's, maakt allemaal niet uit. Kom gezellig zitten. We gaan zo meteen een lezing beginnen. Een lezing over karpenvissen. Visstekje.nl gaat jullie een hele mooie lezing verzorgen. Hij zei al tegen me, hou me in de gaten, want als ik begin te kletsen, dan kan ik uren kletsen over karpenvissen. Dus we geven hem een half uurtje en dat gaat vast en zeker goed komen. Alle technische mankementen zijn ook weer opgelost, dus we kunnen. Nog een kleine 5 minuten en dan gaan we beginnen, dames en heren. Dus blijf rustig zitten. Check. 5 minuutjes? Ja, ik heb er nog 5 minuten, zullen we gaan beginnen. Kom, zing maar een liedje. Doe die het? Tien voor half één. Oh, 3 minuten jongens, dan gaan we beginnen. Met 2 minuten gaan we beginnen. Dan ga ik een lezing geven over het instant vis op karper. Hoe je in een zeer korte tijd toch je karpertjes bij elkaar hebt weten te harken. Dus kom er lekker bij. Oké, jongens, we gaan beginnen. Ik ga jullie een filmpje laten zien. Die duurt ongeveer 1 minuut of 3. De meeste van jullie hebben hem waarschijnlijk wel gezien op YouTube. Maar hij is ideaal als inleiding op de lezing die ik ga geven. Want elke aanbeet die je ziet in dit filmpje kwam binnen 1 uur na het inwerpen van de eerste hengel. Sommige nog sneller, sommige binnen 5 minuten, sommige binnen 2 minuten. Op het moment dat je de camera neerzet en je weet gewoon dat hij binnen 1/2 uur afloopt, dan zit je scherp te vissen. Dus laat jullie even het filmpje zien en daarna begin ik met de lezing. Ik hoop dat het geluid hard genoeg is van het filmpje, trouwens. Of staat dat uit? Maar ik val wat horen, hè? Achter die stijgen zien we die vis al omhoog komen daar zo. Het is lekker op het moment dat je weet dat je aanbeet krijgt, dat het gewoon op een korte termijn gebeurt. Deze aanbeten kwamen zelfs binnen 1 kwartiertje na het aanzetten van de camera. 6 en 9.
mijn visserkantoor. Jullie zien dus mijn bus. Het ziet er een beetje rommelig uit. Maar... Lijkt op een brazen aan bij deze, maar dat is gewoon een soort karper. Het was trouwens geen karper, maar een hele grote sails. Bijna 67 centimeter. Een beetje behelpen. De dia-presentatie die ik had gemaakt, die stond op mijn MacBook, alleen die pakte niet op de presentator. Instant succesvol vis op karp. Ik denk dat heel veel mensen hier in de zaal of altijd wel een paar keer voorvoeren. De afgelopen jaren heb ik afwisselend gevist. Je zag aanbeten in het haventje waar ik viste. Dat was een lopende voerstek. De andere aanbeten kwamen allemaal in stand van een dressuurwater. En ja, er staan al 1 uur en 60 minuten en dat zijn 60 kansen. En je hebt dus 3600 seconden in een uur. En elke seconde kun je omzetten of kun je een aanbeet krijgen. Je kunt het elk moment verwachten. Instant vissen is iets, ja, het moet je liggen. Maar ik ga me eerst even voorstellen. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Henry Hummel, ik ben 39 jaar oud. Ik ben getrouwd met een vrouw aan de Vera en samen hebben we 5 kinderen. En ik sta hier op de foto met mijn allereerste karper, gevangen in 1991. Hengelsport en het vissen is altijd iets wat me enorm heeft getriggerd. Vanaf mijn 4e jaar ging ik al met mijn vader mee. Dus ik heb ondertussen 35 jaar hengelsport achter de kiezen. Maar met 5 kids heb je niet al te veel tijd meer om te vissen. Zeker niet om dingen voor te bereiden. En deze lezing is ook eigenlijk een beetje ontstaan. Robert had mij gevraagd van, joh, maak een leuk filmpje voor de Hengelsportbeurs in Utrecht. En vertoon die daar als première. En toen kwam ik in gesprek met een oud vismaatje van mij. Die had ik 20 jaar niet gezien, waar ik altijd mee viste. Ik herkende hem niet eens. Hij was net zoals ik, zeg maar, wat kilootjes gegroeid in de breedte. En ik zei, joh, hoe gaat het met jou? Ja, zegt hij, druk. Werk, 2 kinderen, ik kom er niet meer aan vissen toe. Ik heb al 5 jaar niet meer gevist. En ik zei, ik vis nog elke week, ik heb 5 kids. En zijn kin hong een beetje, waar mijn navel zit, zeg maar. Zijn mond viel helemaal open. Ik denk,
ondanks dat je weinig tijd hebt, is het geen reden om niet meer te vangen. Je kunt in zeer korte tijd best aardig wat vis vangen. Ik denk dat ik gemiddeld vis ik 2-3 keer per week, 3-4 uurtjes. Houdt wel in dat ik op tijden vis waarop de meeste mensen nog op één oor liggen. Nou, dit dat ik rond een uurtje of 4 opsta en om 1 uur of 9 ben ik weer thuis en heb ik mijn visjes gevangen. Dus je moet er wat slaap voor inleveren. En ik ben eigen ondernemer, dus dat scheelt natuurlijk. Ik kan mijn eigen dagen een beetje indelen. Ik heb de mazzel dat als het een keer slecht weer is, dan hoef ik niet te werken. Kan ik niet werken. Toch zijn de sessies die ik vis heel erg beperkt. En degenen die mijn filmpjes hebben gezien, die zien ook wel dat ik heel erg druk ben aan het water. Het is niet zo op het moment dat mijn hengels in liggen dat ik dan lekker op een stoeltje ga zitten en ga afwachten wat er gaat gebeuren. Ik ben continu bezig met het scannen van het water, het zoeken van activiteiten. Dat houdt in dat ik soms in 3-4 uurtjes, 5 uurtjes vissen, soms wel 3-4 stekken aanpak. Beetje modern penvissen, zeg maar. Ik vis ook veel met de pen, maar met vastloop pak ik ook gewoon 3-4-5 stekjes. En ik vis dan heel erg in stand, met heel erg beperkt voer. En als ik na een uur geen beet heb, dan word ik dan een beetje onrustig. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar na een uurtje, dan begint het bij mij te kriebelen. Want als een vis zit in de sector waar ik ze verwacht, en je aas is goed, je rig is goed, en je zit gewoon scherp te vissen, dan moet hij binnen een uur voor de bijl komen. En toen ik 15 was, heb ik bij ons in het dorp had je een oude jager. Die jaagde op vossen en dat soort dingen, maar hij vist ook op karper. En die zat dan altijd bij een brug te penvissen. Dan kwamen we bij hem kijken en dan stond je daar over de reling mee te kijken. En dan zei hij tegen ons, jongen, zie je dat, zegt hij. Binnen 30 seconden dan heb ik hem. En dan zaten we naar het water te kijken en dan, nou ja, je ziet gewoon helemaal niks. Wij zagen niet wat hij zag. Nou, verrek jongen, binnen 30 seconden ging die pen naar beneden en ving hij een schubkarper van 26 pond. Ik denk, wat heeft hij nou gezien wat ik dan niet zie? En 2 weken later gebeurde het weer. Hij zat weer bij die brug te vissen, weer met het pennetje. Gewoon een oude glasstok met een aardappel eraan. En hij zegt van, kijk, zegt hij, zie je dat? En er kwam een klein takje naar boven. Echt een heel klein stukje hout, van ik denk 3 centimeter lang. Ik denk 1 of 2 millimeter dik. En daarna volgde een belletje. Hij zegt, daar zit er een te aasen, zegt hij. En hij laat zijn aardappeltje erbij zakken. En hij vangt een schubkarper van 36 pond. Binnen een minuut nadat hij zijn aas had verplaatst. En van die ontmoeting heb ik zoveel geleerd. Om continu het water in de gaten te houden. Op te letten op de kleine dingetjes. De kleine activiteitjes, zeg maar, die er gebeuren. Onder de kant, voor je neus. En heel veel vissers, sorry dat ik het zeg, die komen aan het water. Gooien een hengel in, knallen er 20, 30 boilies bij. Gaan in een stoeltje zitten, Netflix, pak je telefoon en daar zitten ze te zitten. En na 5 uur vinden ze het raar dat ze geen benen hebben gehad. Terwijl er zoveel om je heen gebeurt. Ik weet nog een sessie van dit jaar, begin mei. Onze tweeling was 's nachts wakker, 2:15. Ik denk van ja, het slapen wordt nu toch niet meer. Ik denk, mijn vrouw regelt het wel. Ik heb spullen in de auto gehoord. Ik was om 3 uur aan het water. Ik ga eerst een rondje lopen. En ik was nog geen 500 meter onderweg, toen sprongen de 2 karpers op de kant. Ik denk van bingo, ik heb jullie gevonden. 2 hengeltjes er neergelegd, binnen een uur 2 karpers gevangen. Ik denk van, nou, ik zet mijn stretcher neer, er zitten nog meer. Toen het licht weg werd, 6:15, 7:30, zag ik links en rechts van mij stonden 2 tenten. 1 op 50 meter, 1 op 30 meter. De jongens hebben niks gehoord, niks gezien. Ik denk van, ja, dat is wel een beetje lullig, want ik zit er wel helemaal klem tussenin. Ik had ze niet gezien, dus ik ben ingepakt en weggegaan. Maar die hebben daar een heel weekend gezeten en niks gevangen. Omdat ze gewoon net buiten dat sectortje visten waar de vis zat op dat moment. Nou, hier zien we dus een aantal visjes die ik gewoon binnen een uur ving van de stek. Deze vis, links onderin voor jullie denk ik. Ik kwam zelfs binnen 5 minuten. Totaal onverwacht. Ik had de eerste hengel net ingegooid, wou de tweede hengel ingooien en toen dende die al af. En ik kwam op een klein PVA-zakje met 4 verkruimelde bolies erin en verder helemaal niets bijgevoerd. Ja, zo zijn al deze vissen nu nog meer gevangen. Als je in stand gaat vissen, dan is het wel een andere vorm vissen dan op een voerstek.
voer stekt, dan doet het voer 80-90% van de tijd het werk voor je. En zijn de vissen ook makkelijker te vangen over het algemeen, kun je wat meer basisvissen, zeg maar, met wat langere rigs. Alleen als je, op het moment dat je in stand vist, dan zijn de kansen die je creëert in je korte tijd, vaak is het een enkele aasopname die die vis neemt uit nieuwsgierigheid om die aas te pakken, zeg maar. Ze zijn niet gewend dat er, tenzij het een zuurwater is waar heel veel wordt gevoerd, maar ze staan niet op scherp op je aas. Dus je zult alle factoren optimaal moeten benutten om die ene vis op dat moment te kunnen vangen. En scherp vis is daarom een vereiste. Heel veel mensen doen wel eens lacherig over bijvoorbeeld de kamakura haken van Korda of het slijpen van je haken of het wat minder scherp vissen. Maar op het moment dat je in stand gaat vissen zijn deze kleine details heel erg belangrijk. Nou, zoals ik al zei, scherp vissen is dus een samenspel van diverse factoren. Het is niet alleen de juiste stek, alhoewel ik wel de overtuiging heb dat op het moment dat je de goede stek hebt waar de vis is, dat dat al 90% van je vangst is. Op de juiste plek vissen is heel erg belangrijk. Maar het is niet alleen een juiste oordeel. Heel veel mensen zijn er echt van overtuigd dat er een gouden bal is. Of een gouden rig die je inzet op dat moment. Dat dat de factor is. Maar in stand vissen is een combinatie van de juiste stek, de juiste tijd, de juiste rig, het juiste aas wat aantrekkelijk is op dat moment. Maar het is veel meer. Vooral een kwestie van het juiste gevoel. En dan denk je van ja, soms heb je een heel erg goed gevoel over de stekken in de goede in en dan word je 's ochtends wakker en dan denk je van ja, lekker, ik had toch zo'n goed gevoel. Maar dat is niet het gevoel wat ik bedoel. Op het moment dat je een water leert kennen, op het moment dat je heel veel tijd investeert en dat kan gewoon dagelijks een rondje om het water zijn en dat je de kleine dingetjes opmerkt van nou, weet je, elke zondagmiddag om 1 uur ligt daar een karper bij dat takje. Weet je, dan krijg je een feeling met het water. Het is niet het gevoel van, oh, ik lig nu lekker scherp te vissen, ik heb er alles aan gedaan, ik kan op een stretje neerpleuren en lekker gaan maffen. Maar het is echt het gevoel krijgen met het water, je inleven in de vis en zijn woonwereld. Op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, dan zul je zien dat je per gevangen vis minder tijd nodig hebt. Dit zijn eigenlijk de factoren die heel erg belangrijk zijn in mijn visserij. Stek, observatie, verkennen, uitpeilen en dan pas bevissen. We hebben straks een hele wintermaand. Sommigen van jullie gaan lekker met een roofvishengeltje op pad en spenderen hun tijd zo. In de winter ben ik vaak op pad met een pijlhengeltje of een dropshot hengeltje, zeg maar, om de kleine details uit de bodem op te zoeken. Ik ga verkennen, ik loop met mijn gezin regelmatig een rondje om het water om te kijken waar de vis zit. Nou, begin januari, dus dit jaar liep ik met mijn vrouw en mijn kinderen om het water, dat was 1 januari. Toen zagen we, ondanks dat het toch behoorlijk koud was, dat de vis sprong op het ondiepe gedeelte van het water. Ja, dat was natuurlijk gelijk goud om daar achteraan te gaan. Op het moment dat je dus tijd hebt geïnvesteerd in je stek, je observatie, het verkennen, het uitpeilen en je gaat het bevissen, dan komt aas op de hoek kijken. Attractie, inzetbaarheid en een breed spectrum. Mijn aas is op het moment, gebruik ik 2 soorten aas. En dat is een visboiling die neigt naar de zoete kant. En een zoete boiling die delen van de visboiling. Beide bollen die zijn dus heel erg breed inzetbaar, hebben een heel breed spectrum. Zijn ook super attractief. Als je heel veel brazen op je water hebt, word je ook knettergek van de bijvangsten. Dat is een nadeel. Maar aan de andere kant, ik voer niet voor, dus ik heb daar niet zo last van. Nou, onderlijn, scherpe haken, afwijkend systeem, brazenproof. Nou, brazenproof is me niet gelukt dit jaar. Ik heb meer dan 100 van die slijmwurmen gevangen. Maar ja, het aantal karpers was ook meer dan genoeg. Maar met een afwijkend systeem is, weet je, wijk af van die 20 centimeter lange onderlijn. Pak een heel kort onderlijntje met licht lood, of juist heel zwaar lood. Als iedereen met een chok of een running rig aan de gang gaat, 90% van de vissen tegenwoordig doet door de populariteit ervan. Knoop er een hinge stiffrig aan of een ander type pop-up rig. Ik vis heel veel in 90% van mijn visserij met een hinge stiffrig.
juist omdat die, zeker met een wat grotere pop-up, toch wat moeilijker voor de brasem is om op te nemen. Zeker als je richting 18, 20 mm pop-up gaat. En dat werkt voor mij. Op dit moment vis ik in de winter op al mijn hengels gewoon een hinge-stiefeling in. Ik zorg wel dat het boel gedeelte aan de achterkant iets korter is, zodat hij sneller prikt. En dan praat je echt over 10 tot 12 centimeter. En dan gaat er ook echt wel 2 gram putty op, zeg maar, zodat hij ook echt goed zwaar is. Rust aan de waterkant. Lawaai, zwaar lood en te veel inwerpen. En dat zie ik nog wel eens gebeuren aan de waterkant, dat op het moment dat jongens aankomen op de stek, dan zijn ze 10 keer nodig om die hengel precies op het plaatje te leggen waar ze willen hebben. Als je je stek gaat observeren en je gaat verkennen, je hebt de diepte uitgepeild, zorg dat je je stek markeert, zorg dat je het aantal slagen hebt voor als je aan de gang gaat. Zodat je, als je aankomt, gelijk op je lijnclip kunt zetten, 1 keer inwerpen, want je hebt maar 1 kans. Nou, nummer 5 is een moeilijke, geen telefoon. Alles wat je op je scherm ziet, dan zie je niet wat er aan het water gebeurt. Ik denk dat ik kom nog van een generatie dat we een telefooncel op een hoekje van de straat hadden staan. En als je dan een dikke vis ving, dan deed je een collectgesprek en dan belde je zo iemand op. Tegenwoordig gebruiken we onze mobiele telefoons om stekken te verkennen. We hebben een dieper app erop zitten. Maar ja, er wordt ook natuurlijk Facebook, Instagram, alles wordt bijgewerkt aan het water. Maar als je heel veel op je scherm zit, dan zie je dus heel weinig wat er aan het water gebeurt. En dat is best wel, voor de jongere generatie misschien lastig, maar het is wel zo. Het zijn soms de kleine dingen die je net mist, waardoor je een vis kunt vangen. Ik was met Marco hier zo onder andere, hadden we een team uitje, en Emmeke Pas. En weet je, waar het hele weekend, nou, de hele vrijdagmiddag zat de vis allemaal bovenin. Maar op een gegeven moment hebben we even de drone de lucht in gegooid en op een klein zwart randje zagen we iets. En hengeltje uitgevaren met de voerboot in de drone spot on, dan iets hadden we opgemerkt. En binnen een uur kwamen daar 3 aanbeten weg. Op dat moment kwamen 2 andere teamleden, die hebben daar met 2 man gezeten, op hetzelfde stekje, vanuit een andere hoek. En er gebeurde niks. 6 lijnen, uitpeilen, gooien, lopen en doen. En er gebeurde niks meer. Stek verstoord, vis is weg uit de sector. En dan punt 6, tactiek. Openstaan voor veranderingen. Heel veel vissers die roesten vast in de visserij, die hebben een standaard lijn, een richtje aan een lijn hangen, gooi hem in. En zweren jarenlang bij dezelfde methode, bij dezelfde pop-ups. We hebben hier roofvissers genoeg staan op het social media plein. En vraag hun maar eens hoe vaak het kan wisselen op een dag dat het ene kleurtje wel goed werkt in plaats van het andere. Ik heb meegemaakt dat op het moment dat ik overschakelde van een oranje pop-up naar een witte pop-up of een gele pop-up, dat er ineens toch nog een aanbeet volgde. En waar het in zit, het blijft altijd een beetje gissen natuurlijk, ik weet het niet. Maar op één moment werkt een oranje pop-upje blijkbaar beter dan een gele. Maar sta open voor veranderingen. Blijf niet te lang vastzitten in je tactiek als je denkt van, nou oké, dit jaar ga ik vissen op dit en dit water met dit systeem. Als de resultaten tegenvallen en je hebt 3 nachten niks gevangen, ja sorry, dan zit je verkeerd. Oké, hoe ga ik te werk? In de wintermaanden vis ik dus natuurlijk gewoon door. Omdat ik meestal wel een aantal lopende stekken weet. Maar ik vis wel minder frequent. Ik vind het niet altijd even prettig, de kou. Maar dit geeft mij wel ruimte om nieuwe stekken uit te zoeken. Om uit te peilen. Nou, wat ik al noemde over het aas. Ik hecht heel veel waarde aan attractie. Maar je kunt ook te veel attractors gebruiken. Iedereen kent misschien wel aminol. Als je te veel aminol gebruikt op je stek, kan het zomaar zijn dat je stek doodvalt. Kril daarentegen heeft een hele andere uitwerking. Lijkt wel dat je van kril niet genoeg kunt gebruiken en dan gaat het wel. Nou, de onderlijn die ik in 90% van de visserij gebruik is de hinge stiffrig. Nogmaals, verstoor je stek zo min mogelijk. Als het inhoudt dat je met een 1 of 2 of 3 ounce loodje aan de gang moet, gebruik het. Klippen, distance sticks. Gebruik de dingen die je tot je mogelijkheid hebt. Als ik wel zware lood gebruik op sommige wateren, dan zal ik er altijd voor kiezen om een voerboot te gebruiken om mijn stek zo min mogelijk te verstoren.
En ook met het gebruik van een voerboot wil ik je de tip meegeven dat op het moment dat je vlak bij je stek in de buurt bent, knal niet vol gas met die voerboot door. De meeste wateren worden voerboot veelvuldig gebruikt. De vissen kennen echt het geluid van zo'n boot. Maar benader je stek met de voerboot net alsof je aan een penvisser vindt. Sluip gewoon rustig dichterbij. Die vissen horen minder geluid, zijn minder op hun hoede. En op het moment dat ze minder op hun hoede zijn, vang je ze dus sneller. Nou, is de vis in de buurt, dan is hij te vangen en snel ook. Als je na een uur geen beet hebt, dan zul je waarschijnlijk, of je moet echt op een hele ongunstige tijd aan het water zitten, waarschijnlijk wel al ergens anders activiteit hebben gezien. Ook als je instant één vis hebt gevangen, kan het zijn dat je stek dusdanig verstoord is dat het al de moeite loont om te gaan verkassen. Zoals ik al zei, ik heb best wel veel bijvangsten gehad dit jaar in mijn visserij. Linksonder zie je een brazing van volgens mij 67 centimeter. Die een volwaardige run gaf, maar eigenlijk kom je daar niet voor. Oké. Ik wil je 5 tips meegeven om te zorgen dat je in stand meer vis gaat vangen. En de eerste is eigenlijk van, zorg dat je als eerste aan het water bent. Ik zei al van vastroesten in je visserij is het ergste wat er is. Er is één ding wat erger is en dat is vastroesten in je bed. Op het moment dat je vastroest in je bed, dan mis je gewoon heel veel. Meestal sta ik er om 4 uur op, 4:30 uur. En ben ik ruim voordat het licht wordt al aan het water. En meestal heb ik al een rondje gelopen of 1 of 2 of 3 stekken bezocht. Tip nummer 2. Wees zuinig met het aanvoeren van je stek op het moment dat je begin. Zeker als je in stand vist, dan is iedere aasopname extra voor een vis één die jouw kans verkleint. Dus als je 30 bollen erin gooit, dan is de kans 1 op 30 voordat hij jouw aas pakt. Ik heb heel veel succes gehad het afgelopen jaar door met een handvol boilies, 20, 30 boilies, helemaal te verkruimen tot poeder. Daar een beetje water bij te doen zodat het bolt in het water, in het bakje van een voerboot. Uitvaren met een single productje. En de geur en de attractie in het water komt de vis heel bekend voor, maar ze vinden haast niets wat ze kunnen opnemen. De meeste aanbeten op dit systeem, op het dressuurwater waar iedereen de hele dag met emmertjes rondloopt, te smijten en te voeren, was ik in het voordeel. De meeste voerende vissers hadden eind mei 8 vissen. En ik had op het eind van mei had ik 26 aanbeten, 23 kampers op de kant. En nog geen helft van de geviste tijd. Nou, zoals ik al zei, durf te verkassen, ook als je vis hebt gevangen. Want een verstoorde stek duurt gewoon. Hij heeft gewoon tijd nodig om weer tot rust te komen. Zeker als je een vis veel kabaal heeft gemaakt op een stek, of niet lekker er vandoor gaat, maar op een stek een beetje rond blijft bonken. Vaak duurt het dan een uur of 2 voordat de vis weer terugkomt in die sector. In die tijd kun je ze ook vangen in een andere sector natuurlijk. Klein aas werkt vaak beter dan groot aas. Zoals ik al zei, soms gebruik ik grotere pop-ups om de brazen te ontwijken. Op het algemeen vis ik gewoon met 14, 16 mm boilies en pop-ups. Het voordeel is dus dat ze makkelijker te verkruimen zijn dan die grote harde bollen. En op het moment dat de vis echt los is, heb je met klein aas minder nodig om de vis langer in je sector te houden. Dan kun je ook denken aan hennep, boekweit, gekruste tijgenoten, boliekruimels. Alleen kun je dat pas echt effectief inzetten op het moment dat je één of meerdere vissen hebt gevangen en je nog activiteit op je stek hebt. Dan heb ik het puur over het in stand vissen. En de laatste tip. Koop een goede, maar een lichte trolley. Alle spullen op je nek om het water sjouwen, dat is zo demotiverend om naar de volgende stek te gaan. De mensen die met mij mee gaan vissen in stand vissen, die zijn ook vaak verbaasd. Want vaak heb ik niet eens een stoel bij me. Ik heb geen paraplu bij me. Ik heb een haakband op mijn trolley liggen, mijn voerboot, mijn tas en mijn hengels. Dat is wat ik bij me heb. Ik heb wel eens een onmisbaar moeten afwachten onder mijn voederaal, zeg maar, om een beetje droog te blijven. Om mijn camera te beschermen. Maar zorg dat je gewoon lekker mobiel bent. Lekker de stekjes af kunt vissen. En dit is voor een groot deel mijn visserij.
En met deze visserij hou ik mijn gezin ook nog tevreden, want ik ben gewoon veel thuis. Ik denk dat dat zeker in je visserij een tevreden gezin een belangrijk iets is. Mochten jullie vragen hebben of dingen willen weten over mijn visserij, kom gerust naar me toe. Ik ben bereid alles te beantwoorden. Behalve mijn stekker. Dat deel ik niet.